Lockdown-overtreders die in het weekend door de politie worden aangehouden, worden met een briefje weggestuurd. In het briefje is duidelijk opgenomen dat de persoon van de politie komt en dat hij of zij naar huis mag. In het COVID-journaal van vandaag zegt inspecteur Humphrey Naden, hoofd van de afdeling Public Relations van het KPS, dat zo'n briefje slechts voor enkele uren geldig is. Dit systeem is volgens hem geïntroduceerd voor de weekend-lockdown. Zo wil de politie voorkomen dat mensen die in de vroege ochtend naar huis worden gestuurd, zich op straat ophouden. Let wel, dat briefje gaat niet gelden voor de hele dag. Toch? We gaan kijken waar u woont en naar gelang de afstand die u zou moeten afleggen om van die politielocatie naar uw huis te gaan, zal dan de individuele politieambtenaar die u misschien staande houdt dan zelf dan kunnen beslissen of u inderdaad kort van een politielocatie weg ben gestuurd om naar huis te gaan. Eén. Wij worden ook geconfronteerd met het feit dat, alhoewel de orde gesloten moeten zijn, er toch nog een exploitanten van vakantieorde er zijn, die die orde openstellen voor mensen om te gaan voor vertier. Wij begrijpen, het is vakantie, u wilt graag eruit. Maar er heerst een COVID-pandemie en de president heeft maatregelen afgekondigd die moeten worden nageleefd. Niet om u onheus te zijn, maar is om ons, u en ik, te beschermen tegen dat virus dat heel gevaarlijk kan zijn. Dus wij doen nogmaals een beroep op u. Gaat u niet naar de orde, want de orde zijn gesloten. Omdat als u gaat en de politie komt daar om te controleren en u wordt daar aangetroffen, zal de politie maatregelen tegen u moeten treffen. In het COVID-19-journaal komt ook Anshelle Wallerlei-Kumbangsila, coördinator Tweede Lijnzorg COVID-19, aan het woord. Ze zegt dat de gemeenschap door zich te houden aan de afgekondigde maatregelen de grote druk zal wegnemen van de ordendiensten en de zorgsector. Volgens haar is de druk op vooral de zorgsector zeer groot. De gewone burger heeft daar geen idee van, zegt Kumbangsila. Wanneer de gewone burger na het werk thuis zit en niks doet, zijn de mensen in de gezondheidszorg tot laat 's avonds bezig, zaterdag, zondag, bezig om te organiseren, te regelen. Artsen, hè, die bijna niet slapen. Dus ik denk dat die bevolking wel moet beseffen dat dit zeer, zeer, zeer ernstig is. En we lezen ook wel, want we zijn midden in die maatschappij, we lezen ook wel dat een groot deel van die bevolking denkt dat het een grap is of een hoax is. Tot het bij je deur staat. Tot je geïnfecteerd raakt en je kan niet goed ademen. Dan zal je zien dat het geen grap is. Anshelle Wallerlei-Kumbangsila, coördinator Tweede Lijn Zorg COVID-19. Ze sprak in het COVID-19-journaal van de overheid. Vanaf 8 uur vanavond geldt er een totale lockdown tot maandagochtend 5 uur.